En dan gooi ik 1222 overlijdens in de openbaarheid. Want ik ben helemaal klaar met het ministerie van VWS. We zijn in Den Haag, vlakbij het Centraal Station. Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Jullie gingen daar naartoe omdat je aan Nederland had gevraagd. Wie heeft hier last van vaccinschade? We maken ons zorgen. Dan kreeg je duizenden reacties op. Ja. Dus sommeerde de minister te stoppen met prikken. Dat leidde tot een gesprek dat jullie nu net uitlopen. Ja. En je zegt, ik heb het gesprek beëindigd. Ja. Nou, vertel. Hoe ging het vanaf het begin? Je ging naar binnen en toen? Nou, wij zijn naar binnen gegaan. We werden gastvrij onthaald. Er was koffie en er was thee. In een erg grote zaal. Ik denk op zo'n 12 meter afstand van elkaar. In verband met de epidemiologische situatie. Nou, toen hebben wij het verhaal gedaan dat wij 1222 overlijdens hebben geregistreerd na vaccinatie. En we hebben gevraagd of dat voor het ministerie van VWS reden was om de vaccinaties te schorsen. En er is gewoon geen antwoord gegeven. Dus elke vraag die je stelt, daar krijg je een ambtelijk antwoord op. Als je om cijfers vraagt, onze advocaat, misschien kan je er even bij komen, Niels. Ja. Als onze advocaat om cijfers vraagt, dan vertel zelf maar wat er gebeurde. Misschien kan je die, Rico, hoi. Hoi, aangenaam. Ja, je mag hem ook vastmaken. Dit is Niels van Aakis. Dag Niels. Dag. Ja, we nemen het vanaf daar op. Dus als je een beetje met je rug, niet in mevrouw met die koffer, dan staat Niels ook op de camera. Ja. En we hadden Bart er ook bij natuurlijk als... Je bent welkom, hè? Ja. De microfoons raken wel een beetje op nu, maar... Dat geeft niet, ik sta er wel even bij. Oké, maar dan even terug daarop. Het gezelschap aan jullie kant dat hier naar Volksgezondheid ging, waren Jade en Pieter van de BPOC met twee advocaten. Ja. Ja. Wat zat er tegenover aan de tafel? De directeur vaccinaties. En dan was er denk ik ook een andere man die van de juridische afdeling. Het hoofd van de juridische afdeling van VWS was ook aanwezig. Omdat wij natuurlijk met een rechtszaak hebben gedreigd. Ja. Ja. En een medewerkster. En nog een medewerkster, een dame die ons ontving. En dus die waren aanwezig. Drie mensen staan er tegenover ons. Wat Pieter net zegt is, we hebben een heel concrete vraag eigenlijk. Ik veronderstel een ordner ergens met daarin duizenden berichten van mensen. Ja. En de vraag in het ministerie van, is dit aanleiding voor jullie om wat mee te doen? Ja. En je zegt, we kregen alleen ambtelijk antwoord. Ja. Zijn advocaten zijn daar goed in. Hoe duiden jullie het antwoord wat gegeven werd daar dan? Nou, mijn gevoel wat ik eraan heb overgehouden is dat er nog geen antwoorden komen, zeg maar. Althans, ik had gehoopt op meer duidelijke antwoorden. Ik heb een aantal gerichte vragen gesteld. Die gingen over het algemeen COVID-19 beleid. Maar daar komen antwoorden op waar ik eigenlijk weinig mee kan. Ja. En wat mij ook bijzonder weinig vertrouwen geeft in het beleid. De vraag die jullie stelden was een ja-nee vraag. Is dit belangrijk genoeg om nu wat mee te doen? Ja, het waren met name open vragen. En wat je ziet is dat, en dat is toch wel stuitend, is dat de kennis of non-existent is. Of in elk geval te zeggen, we hebben die kennis niet. Wij kunnen die cijfers niet opleveren. Dus je bent bezig als directeur van een vaccinatieprogramma. Specifiek vrijgemaakt, dat zei hij ook heel duidelijk, voor COVID-19. Vaccinatieprogramma. En de meest essentiële cijfers en gegevens heb je niet paraat. Zoals daar zijn... Wat is er aan van het verhaal dat die dingen nog experimenteel zijn? Geen antwoord op. Hoeveel jongeren zijn er dan overleden aan corona in verband met de vaccinatie van 12 tot 18-jarigen? Geen antwoord. Hoeveel jongeren zijn er ernstig ziek geworden van COVID-19? Die hebben een ander ziektebeeld, weliswaar beperkter. Ja, daar kun je niks mee, want we weten allemaal dat het er nul zijn. Nou, jullie hebben... Het probleem is... Nou, ik heb er één op me. Nee, het probleem is dat deze mensen eigenlijk gewoon dezelfde dingen oplepelen die je dus ook in de krant leest. Hè. Ja. En dat ze eigenlijk niks nieuws vertellen, maar ook voornamelijk dat ze zich beroepen op autoriteiten waar ik totaal geen vertrouwen in heb. En met mij heel veel andere mensen ook niet. Ze beroepen zich op de autoriteit van organisaties zoals het EMA. Daar hebben ze dan goedkeuring van gekregen. Het zij... emergency goedkeuring, maar nog steeds. En vervolgens stelt Niels de vraag, wie betaalt het EMA? Waar halen die hun geld vandaan? En het antwoord is de farmaceutische industrie. Maar daar praten ze dan overheen. Het antwoord is de farmaceutische industrie, omdat jij dat toevallig weet. Ja, nou omdat ik dat... Dat werd daar niet gezegd aan tafel, denk ik. Nee, dat werd niet gezegd. We te zeggen, maar zij praten over de vraag heen. Ja. En het gaat erom dat zij zich beroepen op autoriteiten waar ik totaal geen vertrouwen in heb. En wat je ook ziet, is dat er
zo gediversifieerd is in verantwoordelijkheden. En ik heb talloze organisaties voorbij horen komen. Het EMA, het CBG, het LAREP, het ministerie. Geen van alle onafhankelijk. Ja. Waardoor niemand, ken ik nog, eigenaar is dan het probleem. Want iedereen wijst naar elkaar. Nou, jullie hebben schriftelijk dit in gang gezet eind vorige week. En jullie hadden bedacht, we moeten degene hebben die hier verantwoordelijk voor is. Ja. Hugo de Jonge. Die is op vakantie. Die is op vakantie. Hugo de Jonge weet niet eens dat wij hier geweest zijn. Wel, maar waar ik naartoe wil is, jullie gingen akkoord met dit gesprek. Ja. Hugo kon niet. Nee. Maar de persoon aan tafel, die zou in ieder geval beslissingsbevoegd zijn. Dus ja, net zo goed als Hugo. Ja. Was dat ook zo? Nee. 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 Absoluut. Nee, dat denk absoluut. Ik absoluut. Oh, Hugo is beter. Dat weten we nog niet. Nee, die was absoluut niet. Nou, wat waren wel een paar kwalijke dingen. Pieter heeft zich een paar keer flink boos gemaakt. Ja. Een van de dingen was, hou je vast, het feit dat mensen niet bij Larep melden, maar bij BPOC. Ja, zijn wij nu plots de vertragende factor in het melden? Ja, het is onze schuld. Wij zijn de vertragende factor. Het was nu eigenlijk de schuld van Pieter. Dat kwam van je BPOC. Je bloed aan je handen. Ja. Ja. Wij zijn dus we hebben gezegd, nou ja, we duwen ze in een envelop en we sturen ze op naar het Larep. Maar het is, ze draaien het om. Jullie gingen eind vorige week eigenlijk naar de rechtbank. Maar ja, in de wet staat, wacht even, de volgorde is, je gaat eerst met de minister om tafel. Die is, weet je ook waar die op vakantie is? Nee, geen idee. Tot hoe lang is die op vakantie? De rest van het reces? Ik heb geen idee. Maakt ook niet uit. Vind ik ook niet interessant. Nee, dat maakt ook niet uit. Dit gesprek is nu geweest. Je zegt, ik heb het gesprek beëindigd. Hoe ging dat? Ik heb het gesprek beëindigd omdat men geen antwoord wilde geven op mijn vraag. Vindt u 1200 overlijdens na vaccinatie plus de 491 van het LAREP reden om te schorsen en dit te onderzoeken? En daar gaf men geen rechtstreeks antwoord op. Ik zeg, nou, ik wil van u nu vier woorden horen. Wij stoppen de campagne. Die wilden ze niet uitspreken. Toen heb ik mijn oor naar dicht geklapt. Toen ben ik opgestaan. Toen ben ik weggegaan. Ja. We zijn boos, zeg maar gerust boos. Ja. De lichaamstaal, ik heb tegen deze zogenaamde directeur vaccinaties, heb ik ook verteld dat zijn lichaamstaal aan alle kanten irritatie uitdrukte. Hij ging naar achter zitten, hij zat met zijn hoofd te schudden, hij zat te zuchten. Dus hij vond het allemaal maar lastig. Dus dat er 1300 mensen alleen al bij ons worden gemeld die overleden zijn na vaccinatie, vond hij niet interessant genoeg, ook niet urgent genoeg om te schorsen. Dus en ik heb aan hem gevraagd, even tussendoor, weet de minister überhaupt dat wij hier zitten? Nee, en toen zei hij, nee, dat weet de minister niet. Nou, dat geeft mij aan hoeveel zorg die minister heeft voor het volk van Nederland. En dan wil ik hier in dit gebouw, wat met mijn belastingcenten is betaald, helemaal niet meer zitten. En ik wil ook geen koffie drinken hier bij de overheid. Dan ga ik naar huis en dan gooi ik 1222 overlijdens in de openbaarheid. Want ik ben helemaal klaar met het ministerie van VWS. Ik moet zeggen, ik heb diverse gesprekken gevoerd bij andere ministeries, onder andere sociale zaken die hier ook zit. Maar ik heb zelden zoiets meegemaakt. Zelden zoveel, hoe moet ik dat uitleggen? Weerzin. Kennis van zaken. Weerzin. En op het laatst werd ook nog gezegd dat we We bewegen ons in de richting van de virus. Oké, samenvatten. Er komen hier burgers. De N2 had, jullie zijn ook burger, maar even... Ja, ik was hier ook niet als advocaat. Ja, maar, Ik was als raad van advies. Raad van advies van de BPOC, dankjewel. Ja. Jij wel als advocaat, in ieder geval. Burgers melden zich bij de minister. Nou, die zegt, iemand anders handelt voor me af. Prima, dat is goed. Met de boodschap, er zijn hier meer dan 1000 mensen overleden. En of dat correlatie is of een kausaal verband, dat moet je eigenlijk nu gaan uitzoeken. Want we zijn heel erg geschrokken en boos hierover. Ja. En de minister laat zeggen, bij monden van degene die aan tafel zat, niks dus. Ja. Neem eens het serieus. Bijzonder is er ook geen antwoord gekomen op de normale vraag, wat is er voor nodig om in ieder geval tijdelijk te schorsen, zodat er onderzoek kan plaatsvinden. Daar komt ook geen vraag op. Nee. Komt iedere keer het antwoord van, meld het bij het LAREP. Ja, daar kunnen we weinig mee. Transparantie is het, dat is mijn stokpaardje, is het enige wat je tegenover dit soort beleid kan stellen. Jij zegt, ik ga naar huis. Nou, wil ik je meegeven, doe het dan in ieder geval in compliance met de AVG. Ga geen persoonsgegevens mensen online zetten. Maar laat Nederland meekijken met de berichten die je gekregen hebt. Wat is dan jullie volgende stop? Ga je... Dat zal zijn. In ieder geval de rechtbank. Dat zal de rechtbank worden. Ja. Dan zal ik je niet langer ophouden. Dankjewel. Kort geding. Ja. Graag gedaan. Okay. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dagje zonder hemel. Rusten ligt niet. Wat normaal maken is, wat niet is normaal. Every nation, in every region, now has a decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You
will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over figuren. Bezig met vandaag.